Maar jullie, zijn jullie vriendinnen? Ik vind dat altijd zo heftig, vrouwenvriendschap. Nee, dat is zo, ik vind dat zo'n complex ding. Gewoon mannen, weet je, net zo standaard. Het is gewoon easy peasy, weet je wel. Jullie kunnen elkaar gewoon 3 jaar niet zien. Jouw moeder kan doodgaan. Zelfs, en dan vergeten ze jou te condoleren. Na drie jaar, dat bedoel ik. Is je moeder dood? Nou, weet ik niet. Mag ik nog een biertje? Dat is hoe fucking simpel mannenvriendschap is. En jullie zijn echt het perfecte voorbeeld. Extreem simpel. Maar kom, sportcommunicatie, dan leer je tot 4 tellen. Dat is het gewoon. En halverwege kan je zeggen, lekker man. Dat is wat je kan. Lekker, lekker. Maar vrouwenvriendschap is veel. Jullie zijn ook met z'n drieën, dat is een perfecte voorbeeld. Vrouwenvriendschap is veel, er hangt altijd een spannetje. Zo'n beetje elektriciteit. Ik weet niet of de ladies dat herkennen, maar er hangt altijd een beetje zo van, nee. Je voelt altijd zo, en dan hebben jullie het helemaal gezellig. En dan gaat er uiteindelijk 1 weg. En dan is het oké, dag Adamiek, hartstikke leuk. Kankeroer! Ze is dik geworden, ook dikke kankeroer! Hele andere energie dan bij mannen. Valt mij op. Kleine elektriciteit. Bij de ladies. Herkent je daar niet in? Nee. Grappig, als blik ik onder doden. Maar ik leef nog. Dit is leuk. Zeg jij dan als dat? Dit is leuk. Nou heeft hij pijpen en kanker gezegd. En nou vind ik het leuk. Want dat zijn woorden die ik ook gebruik in de groepsapp. Hij heeft vast een piemeltje. Mannen. Stan is gewoon zo iemand, als je vraagt wat doe je voor werk, zegt hij, het liefst zo min mogelijk. Alles goed? Nou, lang niet alles. Goedemorgen. Morgen zullen we eerst vandaag even afmaken. Verschrikkelijk.